Hoi allemaal, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en vandaag doe ik even rustig aan, maar vanavond ga ik naar de musical The Color Purple en daar mag ik ook backstage en daar heb ik heel erg veel zin in, dus daar ga ik jullie natuurlijk mee naartoe nemen. Ik wil vandaag ook nog even een video opnemen, tenminste een video afmaken en ja, dat is het een beetje. Ik ben een beetje schor vandaag, ik weet ook niet waarvan, maar... komt goed. maar dat dus. Hier ligt trouwens mijn vlogcamera. Ik film nu met de camera van Sabrina. En mijn vlogcamera is dus helemaal stuk. Mijn lens gaat niet meer in. Hij doet helemaal niks meer. Hij zit gewoon vast, mijn lens. En ja. Mijn camera is gewoon stuk. Dus ik ben nu heel erg aan het kijken van hoe ik dit ga oplossen. Ik wil het liefst gewoon een nieuwe camera kopen. Want ja, kijk. Ik weet niet. Ja, het is ingewikkeld. Ik heb hier dus de camera van Sabrina. Dat is dezelfde camera als die van mij. Maar ja, ik weet niet. Ik ben even aan het struggelen wat ik ga doen. Het liefst koop ik gewoon een nieuwe. Want ja, weet je, deze zijn allebei, die van Sabrina ook en die van mij, zijn allebei gewoon al best wel oud. Dus op een gegeven moment is het ook klaar met zoiets. En dan moet je ook een nieuwe kopen. Maar ik ben gewoon nog even aan het struggelen van wat wil ik doen. Maar goed, ik ben in ieder geval blij dat ik nu voor nu even met deze kan filmen. Zo, we zijn aangekomen in Amsterdam. En ik sta nu op het NDSM-werf. Vandaar wordt de musical gespeeld. Hier achter mij, in dat gebouw. Superleuk. We zijn wat eerder, want we wilden nog even wat fotootjes maken. En ja, dat eigenlijk. Dit is Carlos. Hallo. En Carlos speelt in The Color Purple. Dus ja. Wie speel je? Wat doe je? Waar gaat het allemaal over? Ik speel Harpo. Ik speel de zoon van Mister. En waar gaat het over? Heel kort. Heel kort. Het gaat over de meisje Sili, die wordt uitgehuwelijkd aan Mister. En doorheen het hele stuk probeert zij zich, ze ontmoet Shook, een reizende zangeres. En samen probeert zij Shook, die probeert Sili te overtuigen om voor zichzelf op te komen. En doorheen het hele stuk vecht zich een weg naar onafhankelijkheid. Dat is het eigenlijk. Ja, en waarschijnlijk nog wel veel over, meer. Sterke vrouwen en... Zoals ik? Nee. Zoals jij. Grappig. Als je meer wil weten, dan moet je gewoon komen kijken. Precies, ja, dat is eigenlijk het hele moraal van het verhaal. En ja. Nu ga jij mij eventjes een backstage tour hier geven. Yes. Want ik had net al verteld dat het gewoon op de NDSM-werf is. Dus dat is even heel anders dan een gewoon theater wel. Ja. Dus we gaan het even laten zien. Oké, wacht, nu ga ik even omdraaien. Nou, hier kom je dus hier kom je binnen. En zoals je ziet, hier zitten allemaal kunstenaars. En dan kom je hier naar binnen. Oké, okay, let go. Oh, spannend! Oh, ja, hallo! Hier hebben we de foyer. Er zijn al wat mensen, gezellig. Het zijn wel heel vroeg, hè? Ja, ze zijn oh, je kan natuurlijk ook eten. Het decor is opgebouwd. Oh, dus dit staat allemaal op het decor. 150. Oh, wow. Heftig. De zaal. Maar het is eigenlijk nog best wel groot, moet ik zeggen. Het is 500 stoelen. Ja. Zullen we ze allemaal even gaan tellen? Laten we ons even mooi. Via het podium. Ja, dat is spannend. Leuk. Als je het ziet, op eerst ook, met dit. Oh my god. Benno, geluidstechnicus of licht. Benno! Benno Hallo. Doet het licht. En dan hebben we Sydney, die helpt ons met van alles. Hallo. En hier zit de band. Oeh. Hier zit de band. Nice. Hier is onze pianist, die tegelijkertijd ook onze muzikaal leider. Oh ja. Paul. Nou, daar komt slagwerk. Hallo. Nah. Dit is mijn moeder. Hallo, jij ook. Hallo. Die is er ook. Die is er altijd. Ja. Die is deel van decor. Ja. Hier wordt gezenderd. Ja, ja, je hebt hem al, hè? Je hebt hem al. Ja, ik heb hem al. Ja, kijk. Hier. Hier pauzeren wij en dit zijn de kleedkamers. Dit is de kleedkamer van de vrouwen. Dit is de kleedkamer van één van de vrouwen, een paar van de vrouwen. Hallo. Nou, super netjes nog. Nee joh. Ze hebben speciaal opgeruimd omdat je... Prima, ja. Hallo. Hallo. Hartstikke leuk. Ik zou even zeggen dat ze het moeten gedragen. Oh, er is helemaal niemand. Ja, zeg. Weet je wel tegen wie je praat? Dat was namelijk heel druk en rumoerig. Ik ga je voor straf vandaag alle hoeken van het toneel laten zien. Ja. Is
zou ik ook doen. Hey, hallo. Hallo, hoi, Pamela. Hallo, Linda, Jenna. Hallo. Alles nou, jullie straks zijn met z'n allen hier, dan kunnen jullie gewoon en dan moet je niet kloppen. Nee, gewoon gaan. Dus Pamela. Hoi Pamela. Hoi. Dit is beter. Ik ben er zelf ook nog. Hallo. Ja, je mag zelf ook zijn. Ja, wanneer was jouw laatste musical die je hebt gezien? Oeh. Gisteren. Mam, weet jij dat? Wat mijn laatste is? Ik denk On Your Feet, ja. Oh, leuk. Ja, daar was ik ook backstage. En wat was hem, en wat vond je leukste show die je ooit hebt gezien? Oeh. Kunnen we op één komen? Kunnen we die gaan bieten vanavond? Nou, dat ga ik vanavond zeggen. Hoe spannend. Maar welke was nee, het? Nee, mijn favoriet was, ik was een paar maanden geleden in New York. En daar ben ik naar Anastasia geweest. Oh. En dat was echt wel het mooiste wat ik heb gezien tot nu toe, denk ik. En waarom was het zo mooi? Nou, ik weet niet sowieso, je bent in New York. Dus dat is natuurlijk ook al een soort van je bent op de NDSM-werf. Dat is ook. Dat ook. Heb je die graffiti-muur al gefilmd? Ja. Oké, probeer al een beetje mee te komen. Ja, precies. Dus ja, ik weet niet, maar het was gewoon zo goed. En ja, Amerikanen zijn gewoon toch dat je denkt, wow, dat zijn echt vakmensen ook wel. Ja, die kunnen alles. Ja, dat is niet normaal. En acteren en dansen. Zij ook. Ik was afgelopen januari in New York. Yeah. Toen heb ik Hamilton gezien en Dear Evan Hansen. Ja, die had ik ook heel graag willen zien. Ja, in de rij nee, niet in de rij. Ik was zo om 's ochtends. Ik denk dat het mijn geluksjaar is. Nah. Maar ik was te laat. En dan kan je naar zo'n ticketbox om kortingskaarten te krijgen. Oh ja, klopt. Maar toen dacht ik was al, want de metro reed niet. Toen dacht ik, nou, laat maar zitten. En ik kon er alle shows. Ik ga gewoon het proberen. Koen van Dijk, de regisseur van deze show, zei, ga gewoon naar de box office en vraag hoe dat kan. Dus ik daar naartoe om 11 uur, de box office was al lang open. Ik zeg, heeft u nog een kaartje voor Hamilton? Zei hij, rij H. Ik zo, ja! En zo. Hoeveel heb je ervoor betaald? Ja, dat vraag ik wel gewoon de normale prijs. Dat dus dat is €200. Ja, nou, of $200, maar dat is wel de normale. Waar. Het was niet meer dan anders. Ik vind het nog meevallen. Het zei je hebt kaartjes van $800. Ja. Precies. En die man naast me had $1000 betaald. Ik zei, sorry, ik heb hem net gehaald voor $200. Oh. En daarna zei die man, it's your lucky day. You have to go to Dear Evan Hansen at the other side. Dus ik zo. En toen zei ik zo, ik wil gaan gewoon naar Dear Evan Hansen. Je hebt echt afgelopen alle Tony Awards gewonnen. Uh-huh. En die zei zo tegen mij, rij 6 in het midden. Ik zeg, nee! En ze zei, ik bedoel, ja. Dus toen zag ik rij 6 in het midden. Dus dat waren ook, ik snap dat je denkt, dat is zo bijzonder. En ik had het helemaal niet verwacht ook van tevoren. En toen zat ik daar en ik dacht, ik kon gewoon niet meer. Oh, wat leuk. Echt kippenvel overal gewoon. Oh, nou, het staat ons wat te doen, hè, man. We hopen New York toch een beetje vandaag te creëren hier in Amsterdam. Wie weet. Leuk dat je er bent. We gaan ervoor voorbereiden. Geniet ervan. Even kijken, hoor. Ja, hoor. Is dat goed? Ja. Hallo. Christine, hallo. Kaylin, Anna, Marissa. Al die namen, zullen ze het allemaal onthouden, mijn kijkers? Ik wist het dus bijvoorbeeld niet, hè? Ja, dat nee, ik dus ook niet. Dit heb ik ook eigenlijk nog nooit gezien. Zo erbovenop. Nee. Want ik ben naakt in de show, dus ik zou niet weten waar ik anders was. Oh my god. Ga je echt naakt in de show? Ik zie elke avond zie mijn billen, schat, ik weet niet. Vanavond ook weer, hè? Dus oeh. Ik ben die hoor, wat ik daar aan heb. Dus als je dat wil zien, dan moet je vooral komen. Je moet even vertellen over de Dixie. Dat is wel interessant. Dixie? Dat jullie alleen in de Dixie kunnen plassen tijdens de show. Dat werd mij net door Niels verteld. Dat klopt, ja. Want we hebben namelijk wc's in de foyer. Maar daar kunnen we dus niet heen als er mensen zijn. En de eerstvolgende wc is boven. Ja, dat heb je dus als je in een NSM speelt. Uh-huh. Dus vier trappen op. Dus we hebben nu één Dixie. Daar is hij. En daar moeten jullie in plassen. Ja, maar alleen in de pauze. Alleen maar in de voorstellingen. Maar toch. Het is niet heel luxe, hè? Niet zo'n luxe leventje zo, eigenlijk. Nee, wel een mooie paars, hè? Ja, dat wel. Helemaal matchy met de voorstelling. Oh, hier, eten. Drinken, heel belangrijk. Weer koffie? Nee, ik hoef geen koffie. Okay. Ik hou niet zo van koffie. Maar dat pak ik straks wel. Ja, is goed. Badkuip. Oeh. Zitten en een badkuip. Dan kun je hier de trap af. Ga je mee? Ja, ik ga mee. Ook nog. Hallo.
Daar zit het nog niet. Koen, kijk, daar staat Koen. Oh ja, je ziet hem. Koen en met het geel aan was Maarten, de producent. En Koen, de regisseur. En die staan nu met Naomi te praten. Ja. Ik ben wel heel erg op een soort van stiekeme tour nu, hoor. Ik ben zo druk. Oh, maar de regisseur. Dat is de regisseur. Hij wil er niet op, hij wil er niet op. Oh, super chill. A, B, C, D. Ja, er is de ene lijn achter. Ik zal meteen even scannen. Oh, dat is wel chill. Nee, misschien is het wel. Ja? Nee, maakt niet uit, maar dat even. Ja, het is een. We gaan nu even naar de inleiding kijken. Dat is volgens mij niet elke show. Nee. Maar af en toe doen ze dat en dan kan je van tevoren of als de inleiding kijken, gaan ze alvast een beetje uitleggen waar het over gaat en zo. Oké, en nu gaat het beginnen dus. God. Mijn cactus viel en hij bleef hangen in mijn jurk. Ik ben weer lekker thuis, zoals je kan zien. En de voorstelling was zo mooi. Het was echt zo ontzettend goed. En nee, ik zeg niet omdat ik dit moet zeggen. Want dit was vandaag allemaal gewoon voor leuk. En wordt er niet voor betaald, helemaal niks. Helemaal geen sponsor. Maar oh my god, ik vond het zo mooi. Het was echt, echt prachtig. Ik vind het echt oprecht dat iedereen deze voorstelling moet zien. Er zit ook gewoon echt een geschiedenisverhaal achter en zo. En het is gewoon, ja, ik vind het gewoon belangrijk dat mensen deze voorstelling zien. Dus ga zeker erheen. Het is echt zo mooi. Oprecht. Echt kippenvel. Het was echt zo goed. En ik ben ook heel trots op Carlos. Carlos is eigenlijk gewoon al een vriend van mij. Dus niet dat jullie dachten dat ik hem vandaag voor het eerst ontmoette. Het is best wel een goede vriend van me. Dus dat is echt, hij heeft het zo goed gedaan. Het was echt super leuk. Maar goed, ik ga nu zo meteen lekker naar bed. Voordat ik ga slapen wil ik nog even mededelen dat ik 2 kaartjes mag weggeven voor de Color Purple. Dus wil je die 2 kaartjes graag winnen, zet dan even in de reacties dat je meedoet en dat je die graag zou willen. En wie weet win je die wel. En zet ook even je Instagram erbij, want dan kan ik je daarop contacten als ik de winnaar uitkies. Dus ja, nu ga ik lekker naar bed en doe vooral lekker mee, want het is echt een super mooie voorstelling die je zeker weten moet zien. Dus ja. Slaap lekker en ik zie jullie morgen weer. Good morning, het is vandaag dinsdag en ik ga vandaag lekker editen. Want ik moet 2 video's editen, mijn weekvlog en nog een video. Dus dat ga ik vandaag doen. Ik wil trouwens heel even zeggen, sorry dat er misschien de komende tijd wat minder zondag video's online komen. Maar inspiratie is gewoon echt op. En ik weet niet, ik merk ook dat die video's minder goed worden bekeken. Dus ik moet eventjes gewoon een beetje bij mezelf nagaan wat voor video's ik wil gaan uploaden. Ik blijf sowieso lekker week vloggen. Dus jullie zien me alsnog elke week op je beeldscherm. Maar ja, ik wil het natuurlijk wel het liefst gewoon gaan oppakken binnenkort. Alleen, ik vind het gewoon moeilijk. Ik weet gewoon even niet meer wat ik wil. Gewoon ingewikkeld. Er was gewoon een tijd dat ik 3 keer per week uploadde dit jaar. En ik snap echt niet hoe ik dat toen heb gedaan. Maar ik vond het wel fucking leuk. En daar heb ik super veel abonnees uitgehaald. Omdat ik gewoon vaker aan het uploaden was. Maar ik heb gewoon zo geen inspiratie meer voor video's. En ik word er zo moe van. Mocht je ideetjes hebben, laat het zeker weten. Maar nu ga ik lekker editen. Oh my god. Ik ben dit echt smeren, maar ik heb echt een hele vieze druif in mijn mond. Gaffer. Echt zo vies. Het legde natuurlijk weer net vast op mijn vlog. I'm sorry. Ik ben nu bijna klaar met 1 video editen. Die is nu aan het exporteren. En ik moet er nog 1 editen. En het is echt al bijna 5 uur. De dag gaat zo snel. Maar goed, ik ben wel lekker bezig. En ik heb ook echt wel zin om die andere ook nog even te editen. En ja, dus dat. Oh, ik ben zo mega moe. Moet je even kijken naar die wallen van mij. Dat is echt niet oké. Dus ik ga nu lekker naar bed. En ik zie jullie morgen weer. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En ik ben nu eventjes lekker YouTube video's aan het kijken. Ik heb al wat huiswerk gedaan. Dat heb ik niet gefilmd. Maar dat is ook niet zo heel erg boeiend om elke keer aan jullie te laten zien. Want jullie hebben toch echt geen idee van wat ik in godsnaam aan het doen ben. Dus dat heb ik even overgeslagen. Deze week is gewoon niet zo boeiend. Ik heb vandaag gewoon niet heel veel op de planning staan. Ik ben gewoon eigenlijk de hele dag thuis. En ik moet straks dansen om 6:30. Tot 7:30. En ja, dan is de dag eigenlijk alweer bijna om. Ik moet straks wel nog even een Instagram foto maken. Maar dat ga ik gewoon hier thuis doen, denk ik. En ja, dat is een beetje de planning. Volgende week, dat ga ik even vertellen nu. Volgende week ga ik naar Londen toe. Samen met Musical Camp. Dat heb ik waarschijnlijk wel een keer eerder verteld in de vlog.
Maar daar heb ik echt super veel zin in. Daar ga ik sowieso een hele leuke vlog van maken. Dus nou ja, jullie moeten deze week nog even met dit doen. En dan volgende week ga ik lekker naar Londen. En daar heb ik super veel zin in. Ik mag alleen handbagage mee. Dus ik ben heel benieuwd hoe ik, zeg maar, kleding mee ga nemen. Want mij kennende, ik kan nooit kiezen. En ik wil gewoon wel leuke kledingsetjes mee. Maar goed, het wordt nog een uitdaging, maar dat gaat helemaal goed komen. Ik heb mijn jazz kleren weer aan, want ik ga zo meteen naar dansen. Ik heb ballet en modern. Of nee, jazz eigenlijk meer. Zin in. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en ik ben weer helemaal ready for today. Ik ga vanmiddag even naar mijn vader toe. Of tenminste, ik denk dat papa niet thuis is, maar gewoon weer eventjes daarheen. Want ik ben er echt veel te lang niet geweest en dat is echt heel slecht. Maar goed, daar blijf ik lekker eten. En dan ga ik vanavond lekker met de Koningsnacht uit. Ik denk dat ik morgen met Koningsdag niet zoveel ga doen. Ik weet niet, misschien dat ik nog een laatste planning verander. I don't know, maar op dit moment ga ik eigenlijk niks doen. Dus ja, ik zie het allemaal wel morgen. Maar ja, dat is een beetje het plan voor vandaag. Ik wil zo meteen eerst nog even snel een stukje van mijn weekvlog editen van deze vlog. Want ik ga natuurlijk maandag naar Londen. Dus ik moet hem natuurlijk wel zondag echt af hebben. En als ik zondag pas ga editen, dan ga ik dat nooit redden. Want ik heb zondag ook weer van alles te doen. Dus dat ga ik doen. En dan ga ik straks naar papa. Nou jongens, ik heb iets gemaakt. En wou ik even laten zien aan Pam. Wow. Goed hoor, Tom. Zal ik nu die vergeten van mijn... Ja, laat die van jou even zien. Zelf gemaakt. Nou, goed hoor. En deze kon ik ook gebruiken. Voor de money. Oh, heel goed. Maar dit vind ik het minst coolste. Ik vind dit toch de coolste. Nou, dan moet je die doen. Maar dat was het. Leuk, doei. Doei. Ik ben weer thuis, maar ik ga nu eigenlijk gelijk weer weg. Want zoals je ziet heb ik me ook een beetje klaargemaakt. Ik ga namelijk lekker Koningsnacht vieren met vrienden. Dus dat is echt superleuk. Maar ik heb er echt heel veel zin in. Dus het gaat helemaal goed komen. Maar ik laat natuurlijk mijn vlogcamera thuis. Want het gaat natuurlijk niet goed komen. Hè? Dat snap je ook wel. That's the plan. Mijn bed is een troep. Maar goed, dat zie ik wel weer als ik thuis kom. Ik ga nu lekker weg. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. En het is vandaag Koningsdag. En ik doe helemaal niks. Ik baal er echt super erg van. Ik ben echt altijd zo... echt de hele tijd zo geweest van ik ga niks doen met Koningsdag. Heb ik helemaal geen zin in. Bla 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 bla. En nu is het Koningsdag. En zie ik iedereen op Snapchat en Instagram en zo leuke dingen doen. En nu denk ik echt van... Pam had gewoon even wat gepland met mensen. Maar het komt ook gewoon, ik heb zoveel verschillende vrienden. En al die vrienden gaan met hun eigen vrienden wat doen. En ja, ik weet niet. Ik heb gewoon heel veel losse vrienden. Niet echt één vriendengroep die ik zo kan... oproepen van, kom jongens, we gaan wat doen. Ik heb zoveel verschillende vrienden en dat is gewoon moeilijk. Ik kan niet wachten tot ik maandag naar Londen ga. Even een weekje weg. En nu ga ik chillen. Ik ben namelijk ook nog steeds fucking moe. Door vannacht. Dus ik vind het eigenlijk allemaal wel goed. Ik ben heel blij dat vrijdag is afgelopen, want mijn Koningsdag was eigenlijk echt, om eerlijk te zijn, verschrikkelijk. Ik wil niet overdrijven, maar ik vond het echt niet leuk.
Ik kwam ook een beetje door mezelf. Ik had gewoon niks ingepland. En dat vind ik achteraf gewoon heel stom van mezelf. Want ik werd natuurlijk doodgegooid met superleuke Snapchats en Instagrams en zo. En baal er echt van. Ik heb echt eigenlijk echt een kut Koningsdag gehad. Als ik dat even eerlijk mag zeggen. Ik heb letterlijk de hele dag in mijn bed gelegen. En ja, ik weet niet. Ik voelde me gewoon best wel kut. Maar dat komt dus ook deels gewoon door mezelf. Ik had gewoon iets moeten plannen. Dus het is een beetje mijn eigen schuld. Maar goed, in ieder geval. Vandaag ga ik mijn koffer inpakken. Want ik ga maandag naar Londen. Ik vind het gewoon chill om dat even vandaag te doen. En dan heb ik dat gewoon maar gedaan. En ja, ik weet niet. Vandaag heb ik daar gewoon tijd voor. En dan ga ik maandag dus naar Londen. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ik zit nu nog een beetje na te denken of ik mijn kofferinpakvideo hierin verwerk. Of dat ik er een aparte video over maak. Want ik mag dus alleen met handbagage reizen. En ja, dat is eigenlijk best wel handig om een video over te maken misschien. Omdat dat is best wel lastig. Dus dan dacht ik van ja, misschien is dat wel leuk. Maar daar ga ik nu nog even over nadenken of ik dat ga doen. Als ik dat doe, dan staat hij online. Want dan wil ik hem ook gelijk morgen online gooien. Dan zien jullie die verschijnen. En dan zien jullie het in deze vlog. Maar ik heb in ieder geval echt wel zin om mijn koffer in te pakken. Ik vind dat altijd echt heel erg leuk om te doen. Dus ja. En ik kan echt niet wachten tot volgende week. Want lekker vloggen daar. Echt super veel zin in. En ja, ik ga nu even een trui aantrekken. Want ik sta de hele tijd in mijn sport BH. En nee, ik heb niet gesport of zo. Maar het is gewoon chill. Maar aan de overkant kunnen ze ook echt nu naar mij kijken hoe ik hier in mijn sport BH sta. Ik heb de inpakvideo opgenomen en die ga ik zo meteen gelijk even editen. Ik heb toch besloten om het gewoon als aparte video te doen. Dus die kunnen jullie als het goed is al zien, want die wil ik graag morgen online zetten. Dus ga die zeker even kijken. En ik ga nu even eten. Het is echt al 4:30, maar ik moet echt gewoon nog lunchen. Het is echt niet te doen. Dus ik ga heel even wat eten. Ik ben nu mijn weekvlog aan het editen. Deze weekvlog die jullie nu bekijken. En ik ben nu al bij 21 minuten aangekomen. Dus ik heb nu toch bedacht om bij deze de vlog af te sluiten. Zodat ik hem zo meteen gewoon hop online kan gooien. Of tenminste kan inplannen. Dan hoef ik dat morgen niet meer te doen. Want ik ga maandag natuurlijk naar Londen. Dus dan moet ik hem wel op tijd inplannen. Dus ik hoop dat jullie dat niet erg vinden. En ligt het aan mij of zie ik er echt verschrikkelijk moe uit? Ik weet het niet. Maar goed. In ieder geval was dit dan weer de weekvlog voor deze week. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dat jullie excited zijn voor mijn Londen vlog. Ik namelijk wel. En ja, dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doei!